Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Ik ben hier vandaag speciaal op uitnodiging van Valster en de Jong Metaalbewerking uit Gouda, die dit concert vanavond mogelijk maken. Bekijkt u hun website eens een keertje. Van harte aanbevolen. Een prachtig bedrijf. Vandaag een programma met populaire klassiekers. Met veel verzoeken van Bram Valster zelf. En we vallen met de deur in huis met een heel feestelijk stuk. De Ben-Hur Chariot Race. Doe de ogen dicht, blijf kijken en hoor de paarden voorbij draven en het hele virtuose aspect van deze compositie voorbij komen. Ben-Hur Chariot Race van de componist Paul. Prachtige orgel hier in de Lutherse Kerk kan je natuurlijk laten daveren. Je hebt een heel orkest tot je beschikking, maar je kan het ook laten fluisteren. En ik heb het al eens meer verteld als ik hier was. Je hebt hier die prachtige kleine registertjes. Dat is de zwelkast. En daarvanuit gaat de begeleiding komen van het volgende nummer, Schindlers List. Daar gaat de linkerhand heen. En dan op een gegeven moment hoor je op het rugwerk misschien wel de mooiste holpijp die er is als uitkomende stem. Dat beroemde thema uit de film Schindlers List van John Williams.
Ja, en na dit ontroerend mooie thema uit Schindlerslist weer tijd voor feest. En dat gaan we beleven in de Second Waltz van Sjostakovits. En wie kent hem niet? En de uitvoering van André Rieu hemzelf. Na deze feestelijkheid weer tijd voor iets moois met de uitkomende stemmen van dit prachtige orgel. Non, je ne regrette rien. Bekend in de uitvoering van Edith Piaf. Je verwacht het eigenlijk totaal niet op een orgel. Maar het thema is zo mooi. Onder andere met de Vox Humana, de menselijke stem. Dus eigenlijk hoor je iemand zingen. Nou, en Hanno die weet dat af te wisselen en te kleuren als geen ander. Dus geniet van het volgende prachtige stuk.
Ja, er wordt in de orgelwereld nog wel eens gediscussieerd op de social media over wat is nou het mooiste orgel. Ik postte de ochtend van de opname een foto van dit orgel en meteen een reactie. Het mooiste orgel van Nederland. En dan komt er altijd weer iemand anders die zegt van ja, maar daar staan ook mooie orgels. Maar één ding weten we zeker met elkaar. Dit prachtige instrument staat zeker in de top 5 van de Nederlandse orgels. Wat ons brengt bij het volgende stuk. Music van John Miles. Ook een speciaal verzoek van Bram Valster. En John Miles die schreef dit stuk en hij zong erbij. Ging er de hele wereld mee over tijdens de Last Night of the Proms concerten. Heel orkestraal. Het begin is eigenlijk een soort zangerig vanuit het bovenwerk. En dan komt het volle orgel met dat prachtige thema's. Er zitten trouwens heel veel verschillende mooie thema's in. Music van John Miles.
Ja, en na dit volle orgel, het volle werk, gaan we weer terug naar een sfeervol muziekstukje van de componist Lofland. En hij schreef een serenade to spring, een serenade op het voorjaar, zo kan je het eigenlijk bekijken. En een prachtig thema, er zijn ook allerlei teksten inmiddels opgemaakt, geestelijke teksten en noem maar op. En ooit schreef hij dit stukje voor een deelnemer aan het Songfestival. En op zich ben ik helemaal niet zo'n fan daarvan. Alleen het mooie was toen, 90% van het muziekstuk was instrumentaal en ergens in het midden werd één regel gezongen. En die zingt Hanno vandaag. Dat is een grapje. We gaan hem heerlijk spelen op het prachtige hol en je hoort de mooie uitkomende stemmen van het bovenwerk en van het rugwerk. Die 6 Qualter op het rugwerk, luister er maar eens naar, is ook zo prachtig. Serenade uit Secret Garden van Lofland. Wat ons brengt bij Strauss.
Strauss op het orgel is ook feest. En heel veel van zijn stukken kennen we natuurlijk allemaal, die walsen, die staan allemaal in driekwartsmaat. Maar hij schreef ook een polka in vierkwartsmaat, dat is de bekende Tritsch-Tratsch polka. Eén groot feest van begin tot eind. In een grijs verleden had je nog van die VHS-videobanden. En ik weet dat ik op een hele vrije avond ergens, nou, je kon ze echt bijna niet vinden, want meestal ben ik onderweg natuurlijk, een film ging kijken en die heette The Last of the Mohicans, de laatste der Mohicanen. En ik zie op een gegeven moment ergens in die film, bovenop een berg, die Mohikaan staan en hij was de laatste overgeblevene. En toen klonk dat prachtige thema. En ik ben op zoek gegaan naar de muziek, kon het nergens vinden. Toen heb ik het zelf met de hand genoteerd. Hier heb ik het kopietje nog steeds. En dat ga ik spelen. Dat is zo'n prachtig, indrukwekkend thema. En de eerste keer gaat het heel verstild, ook weer vanuit de strijkers. En dan het bovenwerk. En dan de tweede keer bouwen we helemaal op naar het prachtige, grote, volle orkest wat dit orgel is. The Last of the Mohicans, de laatste der Mohicanen. Thank you.
Ja, en ik ben altijd heel erg blij dat er mensen zijn die mijn muziek waarderen. Mensen die het raakt. En ook dat er mensen zijn die het mogelijk maken om dit soort opnames te maken. Wereldwijd wordt er naar gekeken. Mensen uit Australië, waar ik vroeger vaak gespeeld heb. Zuid-Afrika, Canada, Amerika, waar ook ter wereld. Maar ook in eigen land. Ook mensen die niet meer in staat zijn om de auto te pakken of het openbaar vervoer en naar een concert toe te gaan. Die kunnen elke zaterdagavond kunnen die kijken naar een uitzending. Ik ben blij dat dat kan en dat wordt mede mogelijk gemaakt door mensen. Zoals Bram Valster, zijn bedrijf Valster en de Jong Metaalbewerking. Maar ja, dan heb je natuurlijk wederzijds waardering en respect voor elkaar. Maar dan moet er een programma ontstaan. Ik maak een voorstel en Bram komt dan ook met voorstellen. En hij kwam op een gegeven moment, ken je The Last Farewell? Ik zei, nou, wel eens van gehoord ooit, maar wat het precies is, van Roger Whittaker. Dus ik ga op YouTube luisteren en ik denk, wat is dat een prachtig thema. Maar wie verwacht dat nou eigenlijk op een orgel? En dan ging het eens spelen en nog eens spelen. En ik dacht van, joh, best mooi. En daar, speciaal verzoek van Bram, sluit ik vandaag mee af. The Last Farewell van Roger Whittaker. Geniet ervan. Alle registers gaan open, maar we beginnen met de prachtige cornet uitkomend. Thank you.
En dat waren de populaire klassiekers vanuit de Lutherse kerk in Den Haag. We sloten af met het imposante Last Farewell van Roger Whittaker. Op speciaal verzoek van Bram Valster. Bram Valster en de Jong Metaalbewerking uit Gouda. Neem een kijkje op de website. Prachtig bedrijf. Mensen die het mogelijk maken om deze concerten hier te blijven doen. Volgende week zijn we er weer. Weer vanuit de Lutherse kerk. En dan improvisaties over psalmen en gezangen met een speciaal programmapunt voor de kinderen. Dus opblijven en om 9 uur zaterdagavond kijken. Van harte bedankt voor het kijken. Ook aan Hanno, de vaste registrant. Aan Wim de Penning en zijn bedrijf. En aan Valster en de Jong Metaalbewerking uit Gouda. Goede zondag en tot volgende week. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.